BNP Paribas Fortis stelt voor. Jeroen Perceval, regisseur. Ja, ja. Is dat altijd zo wel ergens een gedachte geweest? Een achterliggende gedachte van eigenlijk wil ik regisseren? Ja, graag, ja. Ik wil dat al. Ik weet nog, als wij vroeger met school toneeltjes moesten maken, dan wilde ik altijd regisseur zijn. Ja, ja. Voilà. En waarom met kinderen? Waarom met kinderen? Omdat dat bij het verhaal past natuurlijk, omdat dit een verhaal over kinderen is en voilà, omdat dit nu toevallig het verhaal is dat in mijn hoofd zat en ja. En ja. Ja. Kinderen regisseren, dat zegt men dikwijls van, ja, je ziet het dikwijls, hè. Kinderen zijn vaak heel fake in films. Ah, ja. Gelooft ze of gelooft ze niet, hè? Ja. Die hier geloofde. Ja, top. Top? Nee, jij top. Waaraan ligt dat? Ligt dat aan de casting, natuurtalenten ontdekken? Ligt dat in de regie? Ja, ik denk ten eerste natuurlijk aan de casting, aan echte acteurtjes met een authenticiteit en een naturel ontdekken. En een talent om dingen opnieuw te doen ook. En dan, ja, ik merk wel, en dan er heel kort op zitten tijdens regisseren, ja, toch wel redelijk strak houden. Ja. Ja. Qua beeldstijl, ja, we zien heel veel ongewone, maar intrigerende kadrages. Wat was uw vertrekpunt? Het begint al met een heel betoverende en mooie beweging van in het begin. Wat was mijn vertrekpunt? Beeldmatig. Beeldmatig? Ja, wat was mijn vertrekpunt? Ik wilde graag iets poëtisch doen. Ik had graag meer zonlicht gewild, maar toeval wilde dat ik draaide in de donkerste week van augustus, de laatste week, alleen maar regen. Dus en dat was eigenlijk mijn uitgangspunt, was een beetje meer de poëzie van het zonlicht en de schaduwen en zo, maar dat zonlicht was er bijna niet. Maar voilà, ik ben naar wat grootmeesters gekeken en een beetje van oké, hoe zou ik het willen, in welke richting? En dan Brecht natuurlijk zijn ding ook laten doen, Brecht Gooivaart. Ja. Hoe ben je bij Brecht terechtgekomen? Ik heb via een film die hij had geschoten, een kort film of een clip van Ralf. De Meersmaker? Gewoon via een clip dat ik van hem had gezien, waarvan ik de fotografie heel mooi vond. En voilà, en zo ben ik bij Brecht terechtgekomen. Ja. Is dat voor u nu een opstapje naar ofwel meer kortfilms, naar uiteindelijk een langspeelfilm? Of? In ieder geval naar meer filmen. Ja, ik wil heel graag, het is al lang een soort van goesting om een film te maken. Maar niet zomaar een goesting van even een film maken en zien dat iedereen het grappig en leuk vindt. Nee, dat interesseert mij niet. Ik wil gewoon een film maken. Geen een brave kak. Knip dat er maar uit, want dat is arrogant. Maar nee, maar het is niet waar. Ja, als de films maakt, dan zit je er ook van overtuigd dat je iets te vertellen hebt en daar is niks mis mee. Ja, voilà. Ja, tuurlijk. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.